CBN Prime Alert van dinsdag 17 juni 2014. Uw aandacht voor de headlines. NH-minister verricht opening Surimap 2014. Hindoebeeldjes bij alcoholische dranken en in casino's. Onregelmatige vuilophaal in enkele buurten. Inbrekers schieten op politie. Ambassadeur Kanhai werkt aan Surinaamse monument in India. Slechte staat parkeerterrein bussen Kwakkoplein. Wie is jouw weka favoriet? En narco houdt drugsdealers aan. Vandaag heeft de opening plaatsgehad van het allereerste Suriname International Mining, Energy en Petroleum Conferentie, afgekort Surimap 2014. De opening is verricht door minister Jim Hock van Natuurlijke Hulpbronnen. En het ligt in de bedoeling dat de komende 4 dagen de hoofden van de verschillende multinationals, nationaal als internationaal, met elkaar zullen netwerken en zaken zullen bespreken aangaande mining, energy en petroleum. We voeren u terug naar het moment van de opening, welke toch wel heel groot is geweest en heel druk bij het KKF Hall. En zoals ik het aangaf, is de opening na verschillende speeches. En u begrijpt het, vanwege de veelheid aan de speeches hebben wij de belangrijkste voor u. En dat is dan van de heer Rudolf Elias van Staatsolie en minister Jim Hock van Natuurlijke Hulpbronnen. Minister of Finance, other ministers of the cabinet, if I miss them, the diplomatic corps, captains of industry, the delegates, and of course, the distinguished guests. On behalf of Staatsolie Maatschappij Suriname, I welcome you to this special event. Suriname has experienced an economical growth of 4.5% year over year for the past 10 years. Mainly due to the mining and the petroleum sector. This growth entails huge opportunities for the private sector. This Surimap event aims to identify business opportunities and link all the actors that are here in order to get the nice supply chain. In the last 33 years, Staatsolie has established itself as a significant player in the Surinamese economy. Staatsolie has developed from a grassroots operation into a total integrated energy company with a realized investment of over $1.3 billion between 2008 and 2013. So we are not only a billion company in turnover, but also in investments. What did we do in the last periods? At this moment, we are completing, of course, the most prestigious project, our new refinery. The related investment in the total downstream of Staatsolie entails to close to $1 billion. 140 companies, local and international, are involved in the construction, with about $400 million spent locally. To the local people, to the local industries, buying the local materials. In the end, the new refinery will produce high-end products such as Euro-spec diesel and gasoline. Startup is scheduled by the end of the year. Also in the operational phase, there will be many opportunities for goods and service deliveries. Further, we are at this moment busy with the EPC development of our beautiful sugar to ethanol project in Wageningen and of course our intensive exploration program near shore and offshore together with our partners and hopefully of course followed up by development. But that is not where it stops. Fueled by our vision 2030, Staatsolie is transforming to a sustainable energy company with a planned investment of over $2.6 billion between 2014 and 2020. At Staatsolie,
we are fully aware of the hydrocarbon and energy potentials of Suriname and the plans and initiative of the Surinamese government regarding the development of Suriname's natural resources. Staatsolie supports the Minister of Natural Resources in its efforts to develop policies and transparent development plans for Surinamese mining, energy and petroleum industries. We believe that a clear vision and policies regarding those industries will help us to attract suitable partners for Suriname. In that regard, I would like to invite you to attend two of our presentations tomorrow. One at 2 o'clock by our Ms. Mani Dao, Staatsolie's manager petroleum contract. She will give a presentation titled Petroleum Investment Opportunities. The other one also tomorrow at 4 by Anand Jagesser, Staatsolie's director for business development, and he will give a presentation titled The Development of the Sugarcane Plantation and a Sugarcane to Ethanol and Sugar Processing Facility in Wageningen. I would also like you to invite you to welcome you in our booth in the exhibition. Ladies and gentlemen, I think that together we can create an environment for growth and sustainable development of our industry and society. And I'm positive that this conference will create the partnership to that end. Thank you. At this stage, we focus on the extractive industries in order to gain the kind of revenue that can support the development of more sustainable sectors like agriculture, tourism, fisheries, forestry, and what have you. Distinguished delegates, we think that an important aspect of the development of our industries is the public-private partnership approach. By tying together at an early stage local private investors, foreign private investors, and the various levels of government, we produce better production models. Our mission is to not only diversify our industry, but also to improve revenue sharing with innovative models. Suriname has a long, substantial history of working with multinationals. Multinationals, to be more exact, to be more precise, in the extraction business. The mineral production in Suriname accounts at the moment for 40% of the GDP and 94% of export revenue. Bauxite has been produced in the country for almost 100 years. It began with the steady supply of Suriname's bauxite to culminate in the production of aluminum for a stunning 90% or more of all airplanes built for the Allied forces to fly in World War II. Today, changes in the international alumina and aluminum industry are compelling all stakeholders to review their activities. The Rosebel gold mine, as has been introduced to you, is among the world's top 50 gold producing mines. And the fact that its principal, Iron Gold Corporation, is one of the distinguished sponsors of this event speaks for itself. An expansion agreement reached with this gold company in June of last year demonstrates how, with the right approach, a satisfying synergy can be achieved from different interests, crowning a truly fruitful partnership. In the same spirit, an agreement was reached with Newmont Mining Corporation, yielding with the Merian Gold Project in the eastern part of our country, the greatest investment in our gold sector yet. We have high expectations for Newmont's board to decide positively on this agreement before long. A number of other foreign and local companies, large
middle and small scale are also active in Suriname's mining industry. Together with our companies, the State Oil Company, the pride of our nation, and our rising star, the State Mining and Mineral Company, Grasalco, it is hoped that we embark on a renewed and rewarding phase of our development. Ladies and gentlemen, as I mentioned, Suriname has a huge potential of natural resources. Water, forest, arable land, renewable energy resources, minerals, hydrocarbons, gold, and more. As stewards of these sometimes unique resources, we must strategize which resources we want to develop and which we need to leave untouched. As such, we recognize ourselves in the philosophy that teaches that we borrowed this land from our children and our grandchildren, and there will come a day that we're going to have to give it back to them. I repeat, we borrowed this land from our children and our grandchildren, and there will come a day that we're going to have to give it back. The theme of the conference is therefore utilizing Suriname's resources to underpin a sustainable economy for the country. The sustainability should always be there. Ladies and gentlemen, we all welcome to the Suriname conference. I feel, therefore, that I have to say something of how this conference came about. Before we get to that, in 2012, a delegation of the Ministry of Natural Resources went to Canada, to PDEC, probably one of the biggest, if not the biggest, mining conference and exhibition in the world. It was sort of an orientation. After experiencing the opportunities to network at this conference, we decided to organize a Suriname Day at this conference, at the PDEC. That was the year after that. In 2013, we did so. And I must say that with the help of our friends from the Canadian Embassy, who I have also seen present here today, yes, we managed to have a successful Suriname Day at the PDEC in March 2013. During that meeting, we had good and inspiring contributions from, amongst others, the Central Bank of Suriname and some of the larger gold companies operating in Suriname. Suriname wordt vaak geprezen om het feit dat wij in harmonie verschillende culturen, verschillende bevolkingsgroepen en ook voor de verschillende godsdiensten. Maar de laatste tijd zien we verschillende tendensen of zaken voordoen en als we er niet goed op zullen letten en of het niet nu zullen aanpakken, kan dit ooit gaan ontaarden in heel veel disharmonie, in ruzie en disrespect voor mekaars geloof. Waarover heb ik het? We zien de laatste tijd een trend in bepaalde winkels voordoen en daar heb ik het vooral met name de nieuwe groep Chinese ondernemers. Die de winkels, u weet het, die komen allemaal op als paddenstoelen. En wat zien we? Dat ze, waar ze hun dranken plaatsen, hun alcoholische dranken, vlak daarnaast, hetzelfde rek, zien we dat er ook beelden, de murtis van de Hindoe goden worden geplaatst. En je hoort niemand klagen, je hoort niemand wat zeggen. En dan vraag je jezelf af, kan dit, mag dit? Vandaar dat wij van TBN Prime Alert gemeend hebben om dit voor te leggen aan een eerwaarde pandiet. En in dit geval is het Acharya Varun Mahtab Singh. Hij is voorzitter van Stichting Pandiet. Verder nog voorzitter van de priesterraad en ook nog in het dagelijks leven jurist. Eerwaarde pandiet Mahtab Singh, u hebt het gehoord, zoals ik het daarnet aangaf. Het is toch wel een ontwikkeling waarover we ons zorgen moeten maken? Het is inderdaad een ontwikkeling waar we zorgen over moeten maken.
Met name omdat er disrespect ontstaat. En het is een boodschap naar een ieder. Je mag je winkel hebben, je mag je ruimte, je mag je zaken doen. Maar houd alsjeblieft rekening met elkaars respect en geloof. Het hebben van Devi en Devtas, onze hindoe-goden, naast alcoholische dranken. En ik heb zelfs winkels gezien waar ze dus ook andere zaken daarnaast verkopen, zoals sigaretten en vleeswaren. Dan heb ik de winkelier ook daarop aangesproken. Die heeft mij wel beloofd om verbetering in de zaak te brengen. Maar over het algemeen, de andere winkels heb ik geen signaal van ontvangen. En ik zou duidelijk een boodschap willen plaatsen naar alle winkeliers. Van heb respect voor een ieder, maar ook in het bijzonder voor elkaars belijdenis. Heeft u attributen te koop om welke reden dan ook van Devi, Deltas, Murtis, etc. Wees daar alert op en ga er goed mee om. Heb respect voor, maar zet het dan op een zodanige plaats waar andere attributen niet zodanig zijn. Ja. Ik ben dus op solo tour geweest om dit onder de aandacht te brengen. Het heeft zo min of meer zijn vruchten afgeworpen. Maar hoe zou dit toch wel aangepakt moeten worden, zodat we dit niet meer hebben? Dit zou door onze eigen mensen aangepakt kunnen worden wanneer zij de winkel binnentreden en zij constateren zoiets. Dat zij in ieder geval de vragen aan de manager of de directeur of iemand die in de afdeling over die afdeling gaat waar de goederen geplaatst zijn. En dat ze die personen dan aanspreken. Lukt het dan nog niet, dan zullen we gezamenlijk een brief moeten schrijven naar de Chinese vereniging die dit in kaart moet brengen. Want als het niet door de mensen zelf geattendeerd wordt en zij gaan niet zelf aan de bel trekken, dan zal er ook niks gebeuren. Hier is een bundeling van krachten van onze Hindustanen van groot belang. Ja. Maar onze Murtis, dat zijn allemaal zaken die universeel zijn. Elk geloof, elk land kent ze. Waarom gaat men toch om op deze wijze? Ik denk dat het gemak is en in vele gevallen ligt het feit eraan dat ze heel snel de zaken willen al die attributen willen neerzetten, maar tegelijkertijd ook massaproductie hebben. Zij willen laten zien dat zij dus de markt aan het overnemen zijn, met alle respect, maar ook respect naar de culturen en de achtergronden en de belijdenissen daarbij. En dat moeten ze zeker nog leren. Ja. Mag Murti, mogen Murtis gewoon in zo'n winkel verkocht worden waar we, zoals u het aangaf, sigaretten hebben, alcoholische drank hebben, vis en vlees hebben, mag het daar gewoon zo verkocht worden? Kijk, er zijn meerdere perspectieven daarvoor. Over het algemeen, met respect hoog in het vaandel, zou ik zeggen nee. Maar binnen het hindoeïsme wordt ook wel aangehaald, zolang de Murti geen pratishtha heeft, heeft het nog geen waarde. Maar de waarde in deze is wel het afspiegelen daarvan. Wat zet je daar neer en welke boodschap breng je over? Op het moment bij het aanzien al wordt er disrespect gecreëerd. En dat mag niet. In dit geval zou ik zeggen, doe dat niet in een winkel waar ook toxische middelen et cetera worden verkocht. Maar ook waar sprake is van sigaretten, vlees, et cetera. Doe dat niet in deze plaatsen. Wilt u dan wel in deze winkels verkopen, creëer dan een eigen ruimte daarvoor waar al deze middelen niet staan. Desalniettemin, degene die het verkoopt, die moet daarop aangesproken worden. Ja. Door een persoon is mij onder de aandacht gebracht dat ook casinohouders, tenminste van twee weet deze persoon, zich hieraan ook schuldig maken. De games die ze binnen hebben, daarop is de Shiv Bhagwan is daarop afgebeeld. Is dat ook niet een beetje te ver gaan? Ik heb eerder hierover een brief geschreven naar drie casinohouders. Ik weet niet in hoeverre de namen genoemd mogen worden, maar er zijn drie enorm bekende. Daarin is de omteken Shiv, Ganesh en Durga duidelijk te zien. Ook Lakshmi Mata is duidelijk te zien. Onze hindoe-goden worden als gokspellen aangeboden aan onze potentiële gokkers, maar ook mensen die absoluut geen respect hebben. Ik zie nergens in een casino, en ik heb mensen ook gevraagd om daarop te letten, ik hoor en ik zie het ook niet, dat ze een Allah-teken of een Jezus-teken of dan wel een Torah-teken hebben, die zij als goksymbool gebruiken, waarom wel met onze Hindoestaanse religieën. Misschien omdat we niet zeggen?
Nee, ik denk dat wij Hindoestanen te tolerant zijn geworden en door onze eigen laksheid dit teweeg brengen. En wij Hindoestanen moeten hiervoor opkomen. Het is niet dat wij part-time Hindoe zijn. Het is niet omdat wij alleen in huis geloven. Je geloof draag je uit en je leeft ernaar. Zie je iets wat jouw geloof raakt en wat jouw geloof schade brengt, moet je direct aan de bel trekken. En dit is een duidelijk boodschap, een signaal, wat een tendens aan het worden is, dat met de Hindoestaanse symbolen, de rituelen en de afbeeldingen, dat daar onrechtmatig wordt omgegaan, maar ook tegelijkertijd mensen worden misleid. Ik heb zelfs persoonlijk 1 ervaring ondervonden. Ik ben een keer met een kennis van mij naar het casino geweest. Hij wilde daar spelen. Ik zie een oude Hindoestaanse man en hij speelt met bij een gokautomaat waar Shiva op afgebeeld is. Hij speelt het spel en ik vraag hem van: Baba, waarom doet u dit? Hij zegt van: ik heb geen tijd voor puja-paard, dus ik doe mijn puja-paard op deze wijze. De verbazing zoals u mij kijkt, keek ik hem ook aan en ik zei van: u haalt uw eigen religie onderuit, u haalt uw eigen godsdienst onderuit. Wat wilt u als boodschap aan onze jongeren meegeven? Moeten onze jongeren onze eigen goden, als het ware, hier heel slecht gaan neerzetten? Ik heb hem een voorbeeld aangehaald. Als ik uw foto en uw gezin daarbij zou plaatsen en ik laat mensen daarop gokken, wat zou uw reactie zijn? Hij werd boos. En ik zei van: zo worden wij Hindoestanen ook boos wanneer onze godsdienstige beelden op deze wijze worden neergezet. Dus een oproep naar alle instanties die Hindoestaanse goden, beelden of afbeeldingen gebruiken om klanten te lokken, om welke reden dan ook. Jim, wie zijn dan volgens u de instanties die in deze zou moeten optreden? Ik denk dat hier in ieder geval degene die deze spellen hebben gemaakt absoluut geen kaas hebben gegeten van respect, maar ook van religie. Dus die worden ten eerste bij deze aangesproken. Ten tweede de casinohouders, de eigenaren. Zij moeten weten welke spellen zij binnenhalen in welk land. En dan moeten ze dat respect ook hoog houden. En zij moeten ook absoluut weten dat zij dus religieën, maar mensen ook niet moeten kwetsen. De winkeliers die in deze ook deze afbeeldingen verkopen, posters verkopen en dit neerzetten, etaleren naast toxische middelen, dranken, maar ook naast vleeswaren, die moeten hierop aangesproken worden. Er is 1 slagerij geweest in de buurt, die verkocht ook hindoebeelden en ik heb ze direct daarop aangesproken van: doe dat niet. Het was een niet-hindoe persoon en die heeft gehoor daaraan gegeven, die heeft de beelden eruit gehaald en die heeft het elders geëtaleerd. Dus als 1 het kan, dan kan de ander dat ook. En het is een duidelijk signaal, een boodschap naar een ieder, een casinohouder, een juwelier of welke. We hebben zelfs ook discotheken gezien. In Spanje hebben we ook aangeschreven. Er is 1 groot discotheek. Het is eigenlijk meer een exotische discotheek waar klanten komen. Maar daar staan beelden van Shiva, van Ganesh, van Devi Mata als ingangssymbolen. Daar kom je dan binnen. Die hebben we aangeschreven in Spanje. Die beelden zijn daar weggehaald. Dus als we gezamenlijk onze krachten gaan bundelen, dan kunnen we veel bereiken. En het is een boodschap aan onze kijkers ook: wanneer u iets ziet in de winkels, in de casino's, dan moet u aan de bel trekken. En zeg niet van: wie ben ik en waarom zou ik aan de bel trekken? Het is uw geloof, uw religie en u draagt het uit. En als u niet voor uzelf opkomt, wie moet het dan komen? Wij pandits doen niet alleen huis aan huis prediken, maar wij prediken ook de dharma bij u thuis, maar ook bij u. En wat is uw dharma? Dat moet u uzelf ook goed afvragen. Ja. Is dit ook niet het bewijs dat de nieuwe groep, daar heb ik het niet alleen over Chinezen, maar wie ook in Suriname komt om zich te vestigen, dat zij geleerd worden wat onze normen en waarden zijn? Ik vind het jammer dat er geen inburgeringcursus is hier in dit land. En dat zou eigenlijk wel moeten komen. En dit is eigenlijk tegelijkertijd een goede aangelegenheid om de Chinese verenigingen die de Chinezen hier uit het land binnenhalen ook op te roepen en aan te sporen om een inburgeringscursus te geven. Dat zij dus de religieën, culturen en belijdenissen gaan leren van mensen en niet alleen klakkeloos een winkel opzetten en dan attributen verkopen, maar tegelijkertijd ook nadenken wat ze verkopen en hoe ze dat verkopen en op welke wijze zij deze etaleren. Als wij deze instanties ook aanhalen, aanschrijven of oproepen, dan moet dat mogelijk zijn. Het is een vrije markt, je mag verkopen, het is jouw winkel, prima, maar heb respect voor ieders belijdenis. Dank u wel, Pandit Ji. Alsjeblieft.
klachten hebben de redactie van TBN Prime Alert bereikt dat voor wat dat stukje vuilophaal betreft in de buurten van Braamshoopweg, Purwadadiweg, Mijnzorgweg en de verlengde Mijnzorgweg dat niet met regelmaat gebeurt. Vandaar dat we zijn getogen naar mevrouw Claudia Maatsen. Zij is het waarnemend hoofd van vuilophaal en verwerking om haar te vragen wat het probleem in feite precies is. Mevrouw Maatsen, zoals ik het daarnet aangaf, bewoners van de Braamshoopweg, Purwadadiweg, Mijnzorgweg en verlengde Mijnzorgweg hebben geklaagd. Het vuil wordt niet met regelmaat daar opgehaald. Wat is het probleem daar, mevrouw Maatsen? Het probleem is ons bekende klacht. Het is namelijk zo dat de aannemer daar moet ophalen, maar er zijn wat onregelmatigheden daar en we zijn dat aan het wegwerken en hebben de aannemer ook gevraagd dat hij dit gedrag achterwege laat, want het is namelijk zo dat ze de hoofdwegen aandoen en dan laten ze de zijwegen of dus dat zijn dat soort klachten die binnenkomen. En het heeft onze aandacht. En de aannemer heeft ook beterschap beloofd. Ja. Maar, zoals u het zegt, het heeft jullie aandacht. Binnen welk tijdsbestek denkt u dat er een daadwerkelijke oplossing komt? Als ik het goed heb, zal de klachten er niet meer zijn. Want we zijn al zo'n 2 weken zo bezig ermee. Mm-hmm. En als ik het goed heb, zal het er niet meer zijn, want gisteren was ons laatste gesprek nog met de aannemer. En ik moet ook aangeven dat de mensen ons rechtstreeks kunnen bellen als de klachten er zijn. Het is 46-24-45. En ik wil ook een beroep doen op de gemeenschap, hun vuil om 5 uur te plaatsen, niet eerder dan 5 uur en niet later dan 5 uur, omdat de vuilophaal om 6 uur moet beginnen. Waar ze zien dat de vuilniswagen dan voor 6 uur begint, mogen ze ons ook gelijk bellen. In meanwhile, terwijl jullie nog on speaking terms zijn met de aannemer die dat verzorgingsgebied onder zich heeft, wat moeten de buurtbewoners dan intussen doen? Als ik het goed heb, is het vuil gisteren helemaal opgeruimd. Dus de mensen zijn. Ze moeten hun vuil normaal plaatsen? Ze moeten hun vuil normaal plaatsen op de woensdag en op de zaterdag. Dat is het gebied Zuid. Ja. Wat is het probleem dat dan precies speelt tussen VOV en de aannemer? Gaat het om het contract? Gaat het om betalingen? Wat is hem precies? Het gaat daar niet om contract en ook niet om betaling. Ik denk dat ze het gebied denk ik nog niet onder de knie hebben. Dat is het geval, denk ik. Het heeft wel uw aandacht als waarnemend hoofd? Natuurlijk heeft het onze aandacht. Dank u wel, mevrouw Maat. Alsjeblieft. De politie van bureau Latour reageerde vanochtend op een dievenmelding bij een winkelzaak aan de Frigiterestraat. Toen de politieambtenaren ter plaatse arriveerden, zagen zij 3 mannen op het terrein van de winkelzaak die naderhand inbrekers zouden blijken te zijn. De inbrekers openden het vuur op de politie terwijl ze wegvluchten. De politie beantwoordde het vuur en schoot terug. Het is de criminelen gelukt om uit handen van de politie te blijven. De misdadigers hebben de winkelzaak-exploitant in zijn winkel annex woning overvallen en onder schot gehouden. Ze hebben Surinaams geld, vreemd geld en opwaardeerkaarten van verschillende telecommunicatiebedrijven buitgemaakt. De politie van Latour is op zoek naar deze criminelen. Kijkers, we ontmoeten ambassadeur Ashna Kanhai en met haar hebben we toch gemeend om ook een kort vraaggesprek te hebben. Ambassadeur Kanhai, met vakantie in Suriname?
Meneer Ganesh, het is weer een eer om met u te mogen praten. Dank u wel. Ik ben niet met vakantie in Suriname, maar ik ben er weer om te werken. We hebben een aantal leuke dingen gedaan en er liggen nog een aantal zaken in het verschiet met betrekking tot de bilaterale relatie tussen Suriname en India. Zo kan ik u vertellen dat we in de maand mei een handelsdelegatie hebben gehad uit Zuid-India. Die heeft zich op een aantal vlakken in Suriname kunnen oriënteren. We hebben een aantal leuke initiatieven opgepakt. Zo kan ik u noemen het Suriname Ghat Monument op het havencomplex van Kolkata in West-Bengal in India. Heb ik de Suriname Ghat ontdekt, zal ik maar zeggen, met natuurlijk heel veel hulp van een aantal mensen die ik sowieso wel wil noemen. Mevrouw Lila Saroop, meneer Maurits Hassan Khan, de Stichting Hindoestaanse Immigratie, hebben me in dit plan een beetje ondersteund. We hebben toen we de Suriname steiger zagen, hebben we gemeend om dat niet zo te laten, maar om bijvoorbeeld naar de officiële benoeming van die steiger te gaan. U moet begrijpen dat vanaf de immigratieperiode in de 19e eeuw, dat er gebruik werd gemaakt van die Suriname steiger. Hoe mooi is het niet om die plek dan te vereeuwigen door het plaatsen van een monument. Om een lange discussie die tussen vele belangengroepen van onze etnische broeders en zusters zou gaan, kort te maken, heb ik gemeend om toen het voorstel te doen om een beeld naar gelijkenis van het Baba en Mai beeld te plaatsen of te doen plaatsen in Kolkata. Op de steiger, wat nog steeds wordt genoemd de Suriname steiger. Dat is dus een van de leukere initiatieven. We hebben een aantal projecten ingediend op het vlak van de grants, de gifts, die we van de Indiase regering gedaan kunnen krijgen. Om even terug te komen op de Ghat. Het is een initiatief van de Surinaamse ambassade, maar het wordt voor bijna 80% gefinancierd door de Indiase regering. Dus het is een samenspel van de Surinaamse regering met de Indiase regering. Met heel veel dank aan de Stichting Hindoestaanse Immigratie, omdat zij de toestemming hebben verleend om een beeld te mogen maken naar gelijkenis van het Baba en Mai beeld. We gaan de beeldhouwer meneer Kedu niet hebben in India, maar we zijn hem wel dankbaar dat hij zoiets moois heeft neergezet, zodat wij in India het voor de Surinamer daar kunnen neerzetten. Je sprak over een handelsdelegatie die vooral vanuit Zuid-India naar Suriname is gekomen. Waarin waren ze vooral geïnteresseerd? In welke zaken? Nou, investeringen op het gebied van, ze hebben bijvoorbeeld een aantal goede gesprekken gehad met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De minister van Handel en Industrie is ook even aan het woord geweest met de delegatie, een aantal leden van de delegatie. En we hebben, als ik me niet vergis, is er een memorandum of understanding ondertekend met de Surinaamse Voetbalbond. Er is een goed gesprek geweest met de minister van Buitenlandse Zaken om een aantal sectoren te belichten. En zo kan ik u bijvoorbeeld noemen een Natural Resources, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is ook aan bod geweest. Want zoals u weet is er een booming interesse vanuit India, vanuit de Indiase ondernemerswereld op het gebied van de mijnbouw richting Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Dus ik heb daarop ingespeeld door deze delegatie samen met de honorair consul van Suriname in Zuid-India, meneer Asif Iqbal, samen te stellen. En we hebben de mensen een week lang gewoon bij bedrijven op bezoek laten gaan. We hebben ze, zoals ik zei, gesprekken laten voeren op de ministeries. Denkt u dat, het u als ambassadeur wel gelukt is om de handelsrelatie tussen Suriname en India te helpen verstevigen? Nou, successen zal je zien als de resultaten er zijn. Dus het is mij niet gelukt en het zal mij ook nooit alleen lukken. Ik vertegenwoordig onze natie. En met mij zijn er een aantal ambassademedewerkers die daar zwaar aan ondersteunen. Dus ik denk dat we niet kunnen praten over succes. Maar we kunnen wel praten op de stappen die zij ondernemen. Dus ik denk dat we richting resultaat gaan. En laten we wachten op het resultaat om te spreken over succes. Ja, over succes gesproken. Met succes komt soms ook tegenslagen. En we hebben vaak in Suriname toch wel berichtgevingen gehad waar u
toch wel vaker negatief in het nieuws ben gekomen. In hoeverre zijn die dingen waar? Het lijkt erop alsof u tyranniseert daar in India tegenover uw personeel en wie dan ook allemaal. Nou, er is 2 jaar geleden is er een chauffeur ontslagen. En ik denk dat zaken vaak groter worden gemaakt hoor, dan ze zijn. En er zijn natuurlijk een aantal mediaberichten geweest waar ik verder niet eens acht op heb geslagen. Hebt u het gelezen? Hebt u het gehoord? Ik ben er straal aan voorbij gegaan. Met betrekking tot het ontslaan van lokaal personeel of het ontslaan van tyranniseren van personeel. Ik denk dat u de man zelf aan het woord moet laten hebben om te kunnen weten. En ik bedoel, we hebben dingen van horen. Stoort zich niet aan dergelijke uitspraken of berichtgevingen? Ik kan me er niet aan storen, omdat ik te verantwoorden heb aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in India. En dat heb ik correctheidshalve ook gedaan. Overigens hebben we het over ontslag, als u dat tenminste bedoelt, van 2 jaar geleden. Dus ik weet niet hoe relevant het nog is om daarover te praten. Maar, last van de projecten die u daar net noemde, weten we ook dat er een hele tijd dat van de helikopters die uit India richting Suriname moeten komen en trainingen moesten plaatsvinden. Hoe loopt het met dat project? Nou, dat project loopt. De piloten zijn op dit moment in training. Ik heb gisteren bericht. Veel? 8 piloten. Ik heb begrepen dat ze gisteren met succes het theoretisch deel van het examen hebben doorlopen. Dus het feit is dat het grote nieuws. Ik ben in goed contact met de heren. Alleen ik ga u verwijzen naar het ministerie van Defensie. Maar ik zeg in feite is op dit moment dat het grote nieuws. Dat alle 8 hun theoretisch examen hebben gehaald. Is dat het grote nieuws? Ik wacht op. Ik zeg ze altijd maak me trots. Ja. En haal dat hele examen altijd. U moet weten dat de ambassade wel in contact is met de heren. De ambassade is in New Delhi. En de piloten worden opgeleid in Bangalore. Dat is in het zuidelijke puntje van India. Dus dat is vanaf Delhi 3 uur vliegen. Er blijft niet meer veel tijd over voor deze regering. Ik bedoel, we zijn op naar de verkiezingen van mei 2015. Kan zijn dat u blijft als ambassadeur. Kan zijn dat u stop of terug wordt geroepen naar Suriname. Maar zegt u dat u terugblikt, heel fijn terugblikt als u tot nu toe als ambassadeur van India? Het is een uitdaging. En uitdagingen zijn altijd fijn. Dank u wel. Graag gedaan. Kijkers, we staan er op de hoek van de A.L. Waaldijkstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat. En er zijn toch wel 2 situaties hier in deze weg die ernstig de aandacht vragen van de nodige instanties. Daar wijs ik je het eerste. Dit is dichtbij PSB, waar de PSB-bussen parkeren. Dit is hun parkeerplaats, oftewel parkeerhaven, zoals u dat kunt noemen. En u ziet het, niet omdat het alleen geregend heeft, verkeert het in deze situatie. Maar sedert jaar en dag weten we dat dit de situatie is die zich hier voordoet. Dan weet u ook dat we daarnaast ook nog een openbare toilet hebben. Dus het water vandaar stroomt naar hier. Ook het regenwater die blijft hier zitten. Krijgen we deze situatie midden in de stad. Terwijl we steeds staan te roepen om Suriname toeristvriendelijker te maken. Om mooier te maken. Wijzen we dat wij dan zo'n glibberige en modderige en vieze situatie hier hebben. Op de hoek van de A.L. Waaldijkstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat. Ik zei het al, het zijn er 2 situaties. Dit is de eerste en we gaan nu naar de tweede. U kijkt nu naar de tweede situatie. Welke ik namelijk zei dat we hebben aan de Waaldijkstraat. Dag. En het is een situatie waar de PE, de PH, de PSB, de PLK bussen, de Evram Segen bussen parkeren. En dat is dan de parkeerplaats. U ziet het, de stenen, de straatstenen, die zijn allemaal eruit. Hele grote gaten. U mag zich dan zelf voorstellen wat dat moet betekenen voor onze oudere Surinaamse burgers. Onze kinderen, onze jongeren die daarvan gebruik maken om de bus te pakken. Maar ook de buschauffeurs en de bushouders zelf die hun bussen daar moeten parkeren. Op zo'n slechte situatie moeten rijden, denkende aan onderstel van hun bussen.
Ze klagen altijd al dat busonderdelen heel moeilijk en heel duur is. Dit is dan de situatie die we hier hebben aan de Waaldijkstraat. Het is niet vanaf nu. Ik heb het al een aantal keren aangegeven. Het doet zich al geruime tijd voor. En het schijnt dat geen enkel instantie daarvoor oor naar heeft. Het ministerie van TCT of het ministerie van Openbare Werken. Die zouden naar deze situaties moeten kijken en verandering in moeten brengen. Want het is een onhoudbare situatie. Het is een situatie die niet te doen is. Dus laten we hopen van hieruit dat er snel een oplossing mag komen. We blijven nog steeds in de ban van het wereldkampioenschappen voetbal 2014 die gehouden wordt in Brazilië. En zoals u het de afgelopen dagen al gewend bent van ons, gaan we elke dag de straat op om een WK-praatje te houden. Dus ook vandaag en ontmoeten deze meneer. Goedendag meneer, voor wie kraakt u? Brazilië. Ja. En Brazilië die speelt met Mexico. Hoeveel denkt u dat dat wordt? Ik denk, om een voorzichtige schatting te doen, wordt dat een 4-1 overwinning voor Brazilië. Dat geeft Brazilië heel veel. Brazilië wordt wereldkampioen. Ja. Heeft u een tweede favoriet? Een tweede favoriet. Dan moet het een van de jongens van het Afrikaans continent zijn. Okay. Weet je, het kan lopen. Hey, Cameroen heeft natuurlijk teleurgesteld. De eerste overwinning, de eerste nederlaag. Je hebt Nigeria heeft gisteren ook teleurstellend gelijk gespeeld. En dan hebben we het Iran, begrijp je? Mm-hmm. En gisteren hebben de Amerikanen Ghana een kopje kleiner gemaakt, weet je. Dus, met andere woorden, ik zou graag willen dat een van de mensen dus ommekeer zou komen. Dus niet alleen het Zuid-Amerikaans continent, maar ook Europa, weet je, zit altijd in de running. Laat het nu een beurs zijn aan het Afrikaans continent, maar ze moeten nog veel, veel leren wat voetballen betreft. En kampioen, uiteindelijke kampioen wordt? Absoluut, Brazilië. Dank u wel. Hartelijk. Kijkt u naar WK-voetbal? Jawel. En voor wie kraakt u? Brazilië, zie je wat ik aan heb. Ik ben Brazilië. En Brazilië gaat winnen. Ja? 100%. Zij worden kampioen. Jawel. Ja. Vandaag speelt Brazilië tegen Mexico. Eerste helft, 0-0. Mm-hmm. Tweede helft, 4-1. Zoveel voor Brazilië. Jawel. Jawel. Kent u het WK-liedje? Jawel. Zing het even voor me, laat me horen. Ik ken het niet zo goed. Okay. Is het niet erg? Een klein deuntje? Nee, ik kan het niet. Oké, wees ons hoe je kraakt. Ja? Brazilië! Dank u wel. Ja, oké, okay, is goed. Ja. Had die Braziliaan spelen in Champions League? Weet je? Marcelo. Daniel Alves. Ze zijn van Champions League. En Mexico is stranger ingekondre. Geef ze maar je kraak daar. Oké, buurland, twee buurlanden, Zuid-Amerika. Verwacht misschien 1-1 hoor. Want die trein geen playbal. Ze is altijd goed bezig, Champions League, de man bij alle dingen. Oké. Oké, me verwacht Busani. Suma. Neymar. Oké. En zorg onu van je kraak nou zo. Brasil! Ele fala Brasil muito bem. Oh. Me manda dar sim. Oh. Morou em Brasil? Já, sei que ele está. Big Morou já. Seu nome é preciso, Altai. No estádio não vai fazer isso. Big Morou lá. Já, sei que. Muito bem. Tá bom. Nee, het interesseert u niet? Dat interesseert me wel, maar ik kijk niet. Het interesseert u wel, maar ik kijk niet? Nee, ik kijk niet. En u kraakt voor niemand? Ja, Nederland, Brazil. Oké, okay. Waarom voor die twee? Ik hou van Nederland en ik hou van Brazil. Ja, maar wie wordt kampioen? Ik hoop. Brazil. Hoop. Geen Nederland? Ja, kan ook. Dus die twee? Ja, die twee. Kent u het WK-liedje? Nee. Hoe kraakt u thuis? Mogen we even zien wanneer... Ik kijk niet, ik ben haast nooit. Okay. Ik zit aan het werk. Okay. Dank u wel. Alsjeblieft. Jullie in Argentinië. En hoe kraakt u wanneer bijvoorbeeld Brazilië? Het zou niet mooi zijn op televisie. En kunt u ons wijzen hoe u kraakt wanneer Brazilië goal? Wij is het goal. Wat prettig. En wie is uw tweede favoriet? Nou, misschien Argentinië. Ja. En hoeveel zal Brazilië versus Mexico vandaag eindigen? Nou, Brazilië wil Mexico met 3-1.
Zoveel geeft hij aan Brazilië. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Ja. En wie wordt uiteindelijk WK-kampioen? Brazilië. Dank u wel. Oké. Ja, meneer, graag. En voor wie kraakt u? Voor Nederland, meneer. Nederland? Ja, meneer. Ja? En wie zijn zo'n beetje de sterspelers bij Nederland? Robin van Persie. Robert. Mm-hmm. Ja, en een paar van die Surinaams-Nederlandse jongens doen het. De eerste wedstrijd, de Bangrigeri, 5-1. Jawel. Morgen spelen ze tegen Australië. Wat denkt u dat het wordt? Wel, ik wil niet zeggen dat iedereen die in het, dat een paar van de teams die in de WK zijn beland, zwak zijn. Maar ik denk dat Nederland Argentinië een paar lessen zal leren, dus om hoe ze moeten voetballen om verder te gaan. Maar winnen gaat Nederland zeker winnen. 2-1. 2-1, oké. Tegen elke stadion. En Nederland wordt ook WK-kampioen? Wel, dat nu momenteel. Iedereen speelt om te winnen, dus... Ik denk dat Nederland tegen die sterkere teams als Duitsland en noem maar op, tegenkomen. Maar al mocht het zijn dat Nederland in de finale komt, dan denk ik dat het Duitsland wordt. Dank u wel. Jawel. Argentinië. Ja. En wie is uw tweede favoriet? Duitsland. Zo. En wie wordt WK kampioen? Argentinië. Helemaal 100. Zo zeker is het. Ja? Ja. Dankjewel. Ja. Kijkt u naar WK-voetbal? Ja, middaguren. Ja? Hij is de voetballer. Hij is de voetballer. Ja? Oké, okay, voor wie kraken jullie beiden dan? Ja, we zijn van Brazilië. Mm-hmm. Mm-hmm. We zijn van Brazilië. Ja. Hoeveel wordt Brazilië tegen Mexico? Dat is een moeilijke vraag. Misschien 3-1. En wie wordt WK-kampioen? Ja, zo. Dat kan ik nog niet bepalen. Maar wie geeft u de meeste kansen? Wel, misschien Brazilië. Dank u wel. Want die eerste spel heb ik gezien. Brazilië was goed. En die andere, na de finale, dat kunnen we goed. Na de finale. De finale, als de finale komt, dan kunnen we praten. Daar hebben we alles gezien, toch? Goed, dan lopen we even naar die meneer daar. Wie kraakt u? Meneer Maandag Holland. Ja, dat is. Gisema, je kan ook voetbal. WK? WK, maar Brazil is ook redelijk. Mama? Je kraakt? Brazil. Ja, ja. En wat is je tweede favoriet? Tweede Kondre Gisa, je kraakt. Kondre, karena latar Holland winatori. Holland kerangat tu ya, Holland winatori. Semua itu yang kau turun kampion. Kampion, ane Holland lah. Holland aja ya. Cikar Holland. Abu, thank you. Ya, ni break. De anti-narcotica brigade heeft op maandag 16 juni op verschillende locaties opgetreden tegen drugsverkopers. De Latour zijn aangehouden, de 31-jarige Gregory B. en de 24-jarige Zerginio G. Deze twee verdachten hadden marihuana, hash en ecstasy-tabletten in hun bezit. Beide verdachten hadden digitale fijnwegers en vermoedelijk drugsverpakkingsmateriaal in hun bezit. De 33-jarige Michael W. is te Munderbuiten aangehouden omdat hij marihuana en hash in zijn bezit had. Er is ook een digitale fijnweger bij hem aangetroffen. Bij deze drie verdachten zijn in totaal 195,5 gram marihuana, 82,4 gram hash en 4 ecstasy-tabletten aangetroffen en in beslag genomen. Er is ook een bedrag van 740 SRD in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat dit geld verkregen is uit de verkoop van drugs. Deze verdachten zijn in verzekering gesteld. Volgens de politie gaat het hier om de zogenaamde kleine drugsdealers die veelal langs de openbare weg drugs in gebruikershoeveelheden aan de man brengen. De kleine drugsdealers hebben meestal digitale fijnwegers bij zich.
Deze apparaatjes gebruiken ze voor het geval een koper een grotere hoeveelheid drugs wil kopen dan wat reeds voor verpakt is.